Shit happens. Hier, even een foto voor je. Shit happens. Kijk op mij. Ja, hoe ging het? Dus een beetje een vervelende vraag, of niet? Oh nee hoor, want het is altijd maar weer dat het moet gebeuren. Ik had een voorwaartse afstand op de laatste, maar de paard springt heel goed. Maar ik denk dat hij toch door de bodem... En hij sprong gewoon in die bak. Pats, ja, en toen viel hij. Dat is gewoon jammer. Paard heeft... Dit is de eerste fout in zijn hele carrière in 4 jaar. Dus hij is heel en ik ben heel. Dus nou ja, liever niet. Maar je weet in deze sport dat het gewoon gebeurt. Je springen honderden hindernissen. En ja, vaak gaat het net goed. En nou... taxeer je het gewoon verkeerd. Geen gevolgen voor jou, voor het klassement, maar je Nederlands kampioenschap? Ik heb nog een paard, hè? Actie Pieter Parker. Ga je voor die titel de 5e keer op rij? Ik denk dat Tim, zijn paard springt fantastisch. Dus als ik 2e achter Tim word, dan ben ik nog heel tevreden met hoe het paard liep. Want tot nu toe had ik nog de snelste tijd met dat paard. Dus heel trots op Actie Pieter Parker. Desondanks, hoe ga je morgen in? Zeg je? Hoe ga je morgen in? Nou, proberen foutloos te springen natuurlijk.